platform voor buurtcomité's Kamerbreed en de gemeente Nijmegen kijken verschillend naar het functioneren van de verkameringshandhaving. Volgens Tini Delissen van het platform is deze overbelast. Hierdoor zou het nieuwe kamervuurbeleid niet uitgevoerd kunnen worden. Kijk, ze hebben in de tijd beloofd dat ze niet voor kwartering zijn, maar wel voor handhaving. Nou, als je wil handhaven, weet je op het moment dat je dat afspreekt als gemeente, dat er mensen en geld voor nodig is. Als je dat niet van plan was of niet van plan bent om te investeren, dan heeft zo'n handhavingsvoorstel nul en geen allerlei waarde. En dat is wat er op dit moment gebeurt. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen gaat momenteel niet in op individuele handhavingsverzoeken. Of het moet een onveilige situatie zijn. Wethouder Harriet Tiemens van Wonen is van mening dat de dienst niet overbelast is en een vooraf vastgestelde lijst afwerkt. Ik weet dat Kamerbreed denkt dat het overbelast is. Maar Kamerbreed die verwacht blijkbaar dat we in 1 jaar oplossen waar we de afgelopen decennia niets aan hebben gedaan. Nou, dat kan inderdaad niet, dat klopt. Maar we zijn goed gestart. We hebben meer dan 700 vergunningen verleend het eerste half jaar. En we zijn goed gestart ook met de handhaving. En over een paar maanden bekijken we van hoe het nieuwe beleid en de nieuwe beleidsregels bevallen. Of er nog nieuwe prioriteiten moeten worden gesteld. En dan gaan we volgend jaar gewoon weer verder. Wat vaststaat is dat het nieuwe kamerverhuurbeleid pas sinds juli van kracht is. Rond de jaarwisseling gaat de gemeente de aanpak evalueren. En dan zullen eventuele beleidsaanpassingen aan het licht komen.